In het vorige gedicht van Van Ostaijen, Prière et voel je goed wat hij elders omschreven heeft als: "Ik wil bloot zijn en beginnen. Hoe je eerst moet loskomen van je schone kleren en juwelen, van de schone schijn, op zoek naar het licht." De weg daarheen wist hij wel, dat zegt hij trouwens twee keer in dat gedicht. Maar hij vond eerst alleen schaduw, tot hij na een woestijnervaring en door een diep verlangen, wij noemen dat heilbegeren, ertoe kon komen, zelfs in die afgrond, het licht, het zijn rechtstreeks te zien schitteren. doorheen de ziekte, de dood, toch het leven vindt. In het vervolg daarop worden we met vanafstaaien opgetild tot ongekende hoogten. als je zelf voorbij alle tegenstellingen opstijgt en zegt. God, nu kom ik op de hoogvlakte. Van de hoogvlakte ziet men uw licht dat het licht in mij aansteekt. Ik zie de krachten van neergaan, dezelfde kracht als de krachten van opgaan. Er is geen val. Gij zijt neergang zoals gij opgang zijt. Gij zijt waardeloos. Nog sta ik gesnoerd aan de boom van goed en kwaad en ben slechts waardeloos omdat ik nog waarde ken. Gij zijt oppervlakkig in oppervlakte diep in diepte opgaan in opgang val in val waarom opgaan zoeken in val waarom is stijgen goed en vallen kwaad de oppervlakte is zo oppervlakte als de diepte Diepte op de hoogvlakte is geen waarde meer.